Blocky World? Nee, Block World. Block World. Ja, je hebt mijn advies niet opgevolgd, dat is jammer. Wat was jouw advies dan? Blockbusters. Blockbuster. Oeh. Ja, ja. Oh, ik niet. Ja, joh. Kijk! Jouwe! Oh, ga erop, niks aan de hand. Ik hoop niet die platine. Oh! Jouwe! Dat is de eerste. Is het mis? Nou, komt joh. Mag hem. Ja. Grip. Dat we dan, een... Dan is het de vraag wie de echte grote YouTuber is. Ja. Ja, dat is zeker waar. Goedenavond, Emus. Hallo, Mr. Blocky Games. Hoe is het nou dan? Ja, goed hè. Ik heb jou een tijdje geleden niet gesproken. Nee, dat en we hebben weer... zelfs al heel lang niet meer gespeeld. Nee, dat is alweer een tijdje terug. Mm-hmm. En dan ben ik wel weer eens tijd. Maar op dit moment is Cole er even niet. Nee. Die heeft visite, ik kan er zo bij komen, maar ik had verwacht dat die er al zou zijn. Maar goed, ik wil even het volgende introduceren. Blok die komt ons dus van nou en dan wel eens een keer helpen, ja, net als vroeger. Ja, zeker. En wij doen dus ook twee verschillende mappen, dat is voor ons ideaal. Onze streammap wilden we toch wat meer uitdaging in hebben. Dus met andere woorden, we zochten een map met slootjes. En wat meer, nou... Leuke, gekke dingen. Juist. En nou ben wij gestroomd in mijn zoek met Blok. En toen kwamen we toch op dit alleraardigschijnig klein mapje knus terecht. Ja. Is al wel een bekende map, is er ook al een hele tijd. De Farmpolder. En ik denk dat dit wel geinig is om dit eens een keer aan te pakken. Ja, want we hebben deze map ook eventjes ergens op gebaseerd. Onze allereerste video, die Emus en ik hadden gespeeld en opgenomen. Dat was ergens in 2017, begin 2017 geloof ik. Ja. Toen hadden we ook een Nederlandse map en er zaten ook slootjes in. En precies in het begin reed ik dwars met de Nieuw-Holland van Koor echt vol in de sloot. En toen hadden we het gisteren over van, ah, dat moet weer doen, joh. Ja. Nostalgie. En Ko zei ook toen we de stream aan kloor hadden, toen zeiden we van, we moeten wat meer uitdagingen hebben. We moeten wat, nou, zoals dit, een beetje doen. Dus gaan we dit doen. Ja. Dit veld, deze Farmpolder, het is geen grote map. Is niet een keer vier, maar een gedeelde vier map, denk ik. Ja, zoiets. En zo ziet het eruit op de minimap in ieder geval. Ja. Maar deze map heeft heel veel grasveldjes met een eigen nummer. Ja, als je volgens mij 29 velden, als ik dat zo niet in opslag zie. Ja, 29 grasvelden en 41 gewasvelden, ja, zeg maar. Ja, 41 velden die herkend worden, die je kopen kan. En de rest is grasveldjes. Ja. En ons doel vandaag begon vandaag even een kuilbeeld maken met gras. Dat gaan we zeker doen. Dus laten we vooral die deuts en die vet aanblaffen. Ja, dus... Ik heb deze vent, was een tip van Mr. Block. Ja. Dus ik gewoon hier even proberen. Die, en als Koos straks bij komt, dan knippen we hem er even bij in. En dan zien we het allemaal even. Maar we moeten eerst maar even aan de gang, denk ik, Block. Ja, als we alle gasvelden willen maaien, dan ben ik nog wel in bezig. Dan ben ik nog niet kloor. En toen had al een redelijke pittige dag achter de rug, toch? Oh, vreselijk. Ja, hartstikke leuk. Ik heb 4 video's opgenomen en ik heb vandaag ook mijn tweede kanaal gelanceerd. Blocky World? Nee, Block World. Block World. Ja, je hebt mijn advies niet opgevolgd, dat is jammer. Wat was jouw advies dan? Blockbusters. Blockbuster. Ja. Is misschien net even over de top. Dat ja, precies. Precies. En de vorige keer dat wij wilden opnemen, dat was eventjes een foutje. Ik heb nu natuurlijk een nieuwe beauty, oftewel een nieuwe PC.
Juist. Maar met mijn OPC had ik alleen maar frame drops en toen was ik ook nog bij mijn ouders thuis trouwens, volgens mij, of niet? Dat weet ik ook niet meer. Nee, dat was bij ons op Klein Zeelheim, dus dat was, ja, dat kan, weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet meer. Maar ja, in ieder geval, ik had heel veel frame drops en ik kon gewoon niet normaal spelen. En nu heb ik dus twee PC's. De ene PC is aan het opnemen en de andere PC die is aan het spelen. Dus ze belasten elkaar totaal niet. Dus nee, dat is ideaal. Ideaal. Alleen ja. het dingetje is, hè, dit wordt een lange opname, dus dat is wel een paar gig. Die moet ik daarover zetten naar mijn harde schijf. Als ik die wil editen op mijn game PC, want daar heb ik de 22 inschermen. Ik ga niet op 22 inscherm editen. Nee, precies. Oké. Okay. Dus dat is al eventjes een dingetje. Dus daar ben ik morgen voor nog niet klaar met die video overzet naar mijn harde schijf. En ook weer terugzetten in Sony Vegas. Maar dat gaat wel goed komen. We gaan gewoon lekker mee. Ik heb eerste veld heb ik al klaar, joh. Ik ook. Dus gewoon over dit dammetje naar het tweede veld. Oei. Ja, maar dan klap ik wel even de boel in, want... Ik denk dat we gewoon met een aanloop over dit bruggetje moeten. We hebben al even geoefend. Ja. Het ging niet met succes. Nee, maar we proberen het gewoon nog een keer. Nou, volgaan met die vent. Oeh. Ja. Oh, ik niet. Ja, joh. Een elevator music. Als je moet wachten op iets. Zo'n lobby music, ja. Ja hoor. Ook ja, keurig. Ja. Maar inderdaad, jongens, zoals je ziet, het is een en al water en sloot. Ja. Dit wordt een serieuze uitdaging. Dus ik ben benieuwd wanneer de allereerste trekker de sloot in dondert. Ik denk als jij ergens bij de sloot in de buurt bent en ik doe een, een screenshotje. Ja, dan is het afgelopen. Ik kan me nog wel herinneren, het veld waar ik nu aan het maaien ben, die we in de open surf hadden, hadden we hier de kassen neergezet. Oké. Ja, je kan natuurlijk wel een beetje placeables in doen en zo, hè? Ja. Is deze put, is dit penetratie? Ja, kun je rode renner in. Er zit geen collision op. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, zouden ze in Farming 19, zouden de geluiden dan allemaal individueel zijn? Ja, ik heb wel gezien, ze waren wel met een vlagje bezig dat ze bij een hakslaar stonden te opnemen. En ook als je de aftakkers aan gooit, dat de toeren omhoog gaan. Dat doen ze wel, maar niet precies hoe het eigenlijk precies hoort. Nee, maar als je nu is het gewoon, eigenlijk als je de aftakkers aan doet, dan moet de trekker 2000 toeren gaan draaien. Ja. Nou, dat gebeurt niet. Ja, dat is wel jammer. Ja, vind ik ook wel jammer, ja. Waar moet jij langs daar naartoe? Helemaal eromheen. Oh. Ja, ik moest ook even... Oeh! Daar ging ik al bijna, hoor. Oh, ja, hoeveel ben jij hier al geweest op deze map dan? Maar het is al een oude map, het is al een bekende map. Ja, het is al een tijdje geleden, hoor. Ja, dat zal wel. Kijk, een veld 12. Volgens zijn we nog 19, 11 en 12. Oh, dat is een paal. 19, 11 en 12 hebben we eraf, toch? Ja. Nee. Volgens mij wel. Nee, wacht. Jawel, 19, 11 en 12. Deze hebben we gehad, ja, nummer 10. Ja. Nummer 9. Ja. 11 en 6, nu en 12 6, ook. 6 en 7 kunnen er ook aan, waarschijnlijk. Nou, ga ik daarheen. Kom maar aan. Bijna kloor. Oeh, krabborrie. Oeh! Is het mis? Nee, dat ging net goed. Oh. Jammer. Ik heb ook geen flauw idee hoe ik hier kom, joh. Oh, hier daar achterin. Maar dit is wel weer het leuke ervan. En dan moet je zoeken waar je het veld op moet. Ja. Veldsurf is nog wel een aardig veldje op zich. Lappie. Weet je wat ik even ga doen? Ik koppel even de achtermaaien even af en dan ga ik eventjes met de frontmaaien alleen even de randjes doen. Dat is goed. Misschien dat het net iets makkelijker is. Een beetje kophakkers kun je draaien. Ik vind wel, je moet wel heel de snelle trekkers hebben. Het moet wel een beetje... Ja, voortgang is je. Ja.
Kan ik hier niet bij jou komen, hier langs? Nee, zeker. Nee, met een bruggetje waar de maaien staat. Trommelgroffel! En Guus! Kijk! Jouw, hè? Jouw, hè? Gaat erop, niks aan de hand. Kijk! Makkelijk, ja? Ja. Oh, maar weer wat saai. Dat doe moeilijk, Tanja. Ja. Ho! Kijk, nou. 3 keer rondjes en dan moet het helemaal goed komen. Ik moet gewoon maaien zijn waar je 40 km per uur mee kunt maaien of zo. Dat is misschien een beetje onrealistisch, maar het kan wel lekker weer. Maar omdat die harde schijf is geen SSD, hè? Dus die schijfsnelheid die is echt poep. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Oh, automatisch opslaan, momentje. Nee, ik was een screenshot aan het maken, proberen hier. Dat ik dat hier helemaal voel, joh, dat is best wel apart. Ja, dan is even een FPS-drop, hè? Een momentje. Maar, want jij maakt een screenshot. Nou, okay, ja, dus je host hem ook, maar... Ja, dat zal het zijn. Ja, ik probeerde dat te doen als jij in de hoek was, maar je bent dan een beetje uit... Maar ik zit bij op de ik Discord van... 1, 2... Even de goede hoek meenemen, hè? Nee. Oeh! Ja, hoor. Oei, ik zit vast. Oh wacht, we hebben drive control erin zitten, toch? Hupsakee, niks aan de hand. Jammer. Die deur mag wel iets sneller achteruit gaan. Denk, rijd jij maar 6 km per uur achteruit. En nou lukt het dus niet, hè, Mr. Blocky Games. Kom, ik moet dat gewoon zeggen. Dan weet de fan van, oh ja. Nou zegt iemand die daar verstand van heeft. Oba! Doe maar. Ja, of moet ik met de Johnny komen en je eruit trekken? Ja, pas op, straks glij je weg met de banden en is het helemaal afgelopen. Ja. Ik kom eraan, wacht even. Ik moet eigenlijk van achter duwen, maar als ik jou via de zijkant duw, dan duw ik jou juist in de sloot. Ja, maar je kan er misschien een beetje haaks erop. Ja, hij beweegt wel, man. Oh, precies in een goede lijn. Oh, hij staat vast. Oh! Staat hij nog helpen? Ja, alweer. Hoe kan dat? Ja, dan doe ik shift H, doe ik. Om die HUD weg te krijgen. Ja, maar dan gaat bij mij niet op helpen. Ja, bij mij wel. Zo nu dan heeft hij dat. Ja, dan laat je de shift even los misschien. Dat denk ik. Maar heb je ook die nieuwe toetsenbord van je? Jazeker. Hoe toetst die? Oh, hij toetst zo lekker. Ja, dan kan ook niks anders gewoon verwachten. Logitech, hè? Nee, maar waarom ik die puur heb gehaald is gewoon omdat die rocket, die heeft ja 3 USB's nodig. Ja, dat weet toch? Die van mij had 3 nodig. Dus ik vond dat gewoon veel te veel. Nou, kijk toch eens, we gaan parallel in elkaar. Moeten we anders nog even één veldje doen, dat we dan alvast beginnen met met de hark? Anders blijft het allemaal zo lang. Ja, moet verder. Ik moet wel even... Ja, precies. We'll be right back.
ik denk dat het makkelijkste is dat je één keer rondgaat, daarna op en neer. Hoe moet ik het anders zeggen dan? Nee, je kan het best van noorden naar het zuiden. Je kan het beste op en neer gaan en in het veld afmaken met een rondje. Ja, dat kan ook. Ja, dat doen ze in het echt ook meestal, want dan zit je niet steeds tegen die kopbakken. Je kunt ook die paaltjes in. Weet ik al een titel voor de video. Serieuze graszaken. Of zo. Ja, dat weet ik. Ja, dat is toch altijd apart. Als ik aan het opnemen ben, dan schiet er zo in één keer, een titel in me. Oh, ja, dat is heel apart. Ik heb nooit een titel. Ik heb nooit echt iets bedenkt. Ja, soms wel. Ik zal dit een gras noemen. Ik ken ook. Ja, bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd wanneer de Johnny voor de eerste moet intrainen. Oh. Ja, waar? Bij de 19 bedoel je? Nee, wanneer voor de eerst echt een trekker echt vast zit hier in deze map. Mm. Ja, oké. Okay. Ja, wat voor een, dat is misschien ook wel een leuk onderwerp om te hebben. Wat voor een modellen zullen er allemaal in komen van John Deere? Sowieso de 8R. Ja, die was in de video. Want alles wat wij nu hebben in FS17 komt ook in FS19, hè? Alle merken, Alle DLC's, alles. Dus de Big Bud zit straks standaard in FS19. Oké. Okay. En Europa ook en zo. Ik hoop niet die platinum. Oh! Ja hoor, dat is de eerste. Is het mis? hoe moet ik je helpen? Met deze trekker? Ja, ik denk met een voorlader. Dat hebben we natuurlijk niet. Ja, ik heb een voorlader. Ik koop voor. Blijf staan. Oh, ik moet hem een screenshot maken. Blijf staan. Kom maar naar. Ik blijf staan. Ik zet de motor wel uit, want dan kan die motor blijven staan. Ik kom zo snel mogelijk ongeluk met die wipfan. Ik koop hier een voorlader, Bob, ja? Ja, doe maar. Kom maar aan, hè? Ik wacht. Wachtmuziekje is ook aan, dus. Pas op mijn glas, hè? Stik je nou dwars door die motorkap heen? Ja. Ja, wij hebben maar één optie. Wij resetten nooit. Zo dat hij er zelf niet in reed. Een tikkie. Oh, hey. Ja. Mooi. Ik heb toen een keer zo'n Nieuw-Holland T7 gehad. En als die op zijn zij lag, dan ging het alarm af. En dan ging de alarmlichting ook automatisch aan. En dan reed het tuut. Dat is heel apart. Dit wordt nog waar je de stream moet met al die chats voorlezen en zo. Ja, let je even niet op en Bart, lig je dan? Ja. Oh. En toch blijf ik het altijd heel apart vinden. Farming verveelt nooit. Nee. Weet je wat het is? Er is nooit een game over. Er is nooit. Nee. Gewoon bij je boeren, bij je relaxed. Ideaal. Een beetje praten. Ja. Maar straks met FS19 heb je dus ook van die wietegen die nu ook echt functioneren als wieteg. Dus dat je wel zo'n beetje jouw velden in de gaten. Je hoeft volgens mij niet te spuiten. Tenminste, daar heb ik nog niks van gehoord. Maar als jouw velden vol met onkruid zitten. Ja. Dan gaan of jouw gewassen gaan dood. Of de ombrekjes minder. Maar dat er wel uitkriebelt. Precies. En. Dat kun je volgens mij niet uitzetten. Nou, dat is ook niet erg. En je hebt straks alles dus geanimeerd. Dus de shifter, de multifunctionele hendel, het gas, rem, koppeling. Dat zie je zowel binnen als buiten de cabine.
Het is toch ook zo dat als je aan het ploegen bent, dat er vogels je volgen? Ja, klopt. Vogels volgen je, net als met InSign. Verder heeft ze niet veel toegevoegde waarde, maar ze volgen jou inderdaad. Dan komen de vogels naar beneden. Dat is ook wel gaaf hoor. Dat is wel leuk. Ja, maar toen ik in die optoons zat, afgelopen met donderdag. Ja? Die had ook gewoon kontverkoeling joh. Ja, ja, zeker. Dat was wel lekker. Was ook full leather pack. Die had ook de meest luxe stoel erin zitten, met ja. Actieve luchtvering. Ja, alles zat erop en eraan. Met alles was leer, de stoel, het stuur, alles. Ja, ja. Ja, dat is een mooi ding. Zo, dit denk ik in Hoogsom, de wiel zit gewoon in de diesel. Oh, ideaal. Maar dat is wel lekker. Oh, we hebben hier links. Ik hoor die ketting moet je wel even smeren nemen, want ik hoor hem hier nog. Oh! Ja hoor. Nee. Ja. Ja. Nou, dan moet je wachten. Ik heb 94%. Ik knalde een insting aan. Ik bleef haken met mijn voorband. Bleef ik haken op de brug. Die schuift hij net langs in. Let op, hè. Kiek. Ja. Ja. Yay! Ja. Nou. Ik ga hier een keer naar fietspaar. Doe maar. Maar straks zei je ook in FS9, dan kun je het preview al zien, hè? En het zijn nou 3D foto's straks. Dus dan kun je hem helemaal 360 graden draaien en zo de trekken. Oh, zo. Ja, ja, precies. Nou heb je alleen een foto, hoor. Ja. En straks kun je de hele trekken, kun je draaien, kun je doen wat je wil. En als je aanpassing doet, kun je het direct zien. Oh, oké, ja. Oh, dat is ook beter, ja. Maar dit volgens mij kun je geen dubbele wiel hier op doen. Nee? Standaard wielgewichten Michelin XM720, XM720 Plus Weight, Michelin XM108, Continental AC560 en dat is het. Nou, komt ie hoor. Nee! Oei, 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 oei. Marim. Ja, 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 ja. Grip, 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 grip. Oh, zo, wat gebeurde er daar? Nou, kantje omhoog. Huppakee. Nu ik nog. En dan gaat bij mij weer hartstikke fout. Altijd zo. Ja, joh. Nou, keurig. Mooi. Dat is ook wel een serieus gewicht op die achterbanden, joh. Dat ding, die duikt helemaal in, joh. Pjew. Oh, maar je bent ook nog wel niet mee bezig met dit kleine bakje. Hallo. Yo, yo. Dan gaan we 1200 liter in deze bak, hè? Dat is inderdaad, maar je kan het wel een beetje opschuiven, zeker? Of hangt die Holaris voor de... Oh, nee, die moet achter de trekker. Die schuif. Gaat ook kunnen, misschien. Dat kan hij niet voor de voorlader. Ja, die schuif zou ook... Ja, had ook gekund, inderdaad. Ik denk dat schuif... dat beter werkt. Ja, die schuif kan voor op de shovel, maar niet achter op de... Achter op trekker. Nee. Voor op trekker. Ja, dan moet je met een muis moet je op en neer doen. Dat is ook niet wat. Nou, voorzichtig, wij net in mijn allerliefste kar mee. Ja, doe ik. Ja, vroeger hebben wij precies zo heen gehad, hè, mijn pa en moeder. Oh, ik heb de achterklep nog los. Oh, zou die hem dicht doen? Ja. Als ik hetzelfde als toen in Maverick. Dat ik daar de 45.000 liter aan pruimen over de weg in gooi. Ja, ik zit zoveel vaak in first person, joh. Ja, ik wel. Op de weg veel en op het land dan weer minder. Ja. Net ook wel weer een stuk wel.
En je kunt mooi een klein draaicirkel maken met deze ding. Ja, ja. Je kan helemaal met de achterwiel door de Disney heen. En wil jij een volleybaltoernooi organiseren? Ja. Met een blote kliklak? Ja, ja, ja. En dan mocht je alleen bovenhands opslaan. Dus lekker springen en zo, weet je wel. Oh. Ik ga er helemaal nergens over. Maar ik duw niet, achter die bal aan. Ik zal ontsteund ben. Ja joh, dat we dan, een... Dan is het de vraag wie de echte grote YouTuber is. Ja, ja, dat is zeker waar. Dan kom je erachter. Wie is de grootste YouTuber? Haie. Ah, dan wil ik wel even straks één ding testen hoor. Even de vent naast de... in te zetten. Een verschil van grootte zien, dat vind ik leuk. Ja, is goed. Ik zal nou heen erop ruimen. Oh. Oh, wat? Een drempeltje. Er zitten wel mooie bandjes onder de trekker nu. Ja, zeker weten. Dat is een mooie trekker. Maar hè, zoals nu zie ik jou sturen, gasgrim achteruit gaan en doen. Maar moet je nagaan, straks in FS90 zie ik jou dus ook echt dat je die shiften naar achter doet. En rem en gaspedaal worden ingetrapt. Ja, precies. Ja, maar sommige mensen, hè, die poppen er wel heel briek in, nou ook eigenlijk. Ja, klopt ja. Dat vind je het dan niet eens ook zeggen. Nee, precies. Kijk nou, wat een schattig dingetje, ja. Tjup. Die snaar. Ah, die international uitzet. Ja, mooi hè. Feestnaadje naar hem. Ja. Even. Kijk, maar dit ziet er toch mooi uit. Groot versus klein. Ja, dit, de een van deze was ook al bijna klaar. Nummer 9 was al bijna. Die is, nee, ook die klaar. Is ook... Ja, die heb ik klaargemaakt. Oh ja, die heb jij dus ook weggehaald. Ja, ja. Ja. Nou, toppie hoppie. Ja, kunnen de volgende keer weer even na. Super. En hopelijk dat er de volgende keer Code Rugby is. Ja, nou, dit wordt in principe onze stream, map. Ja. Dus ik denk dat het ook wel leuk is als je dan joint, dat het in de stream map is. Want dan kunnen we die mooi door de week eens een keer erbij in voegen. Ja, precies. Nou, helemaal goed. Nou, hebben we een mooi filmpje gemaakt en de volgende is over een paar weken. Ja, dat zien we dan weer. Dat zien we wel, hè. Net wat ik zeg, het is altijd lastig. Maar ja, goed, daarom. Dat blijft zo. Ik zou zeggen, Blok, dankjewel voor het joinen van mijn nederig mappie. No problem. En als je hulp nodig hebt, call me. Yes, I will, man. En dan zal ik niet in de sloten gaan heen. Nee, ik zal even wat meer lag veroorzaken. Ja, doe maar. Gelijk is. Ja. Oh, een Nederlandse vlag. Oh, gaaf. Maar dan ga ik de stream af het begin met een Nederlands volkslied. Ja, heerlijk. Geweldig. Super. Nou, Emus. Blok. Wat ben je? Oh, daar. Ja, ik ben hier in mijn hoog gescrolld. Ik zit nu recht in de vlag te loeren. Ja, jij zit in het bosje. We gaan... het is mooi weer voor vandaag. Mooi wat gebeurd. Ja. En ik zou zeggen, jongens. Mocht je een leuke video gevonden, mag je de uiteraard belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat ook zeker eventjes. Er staat een link in de beschrijving. Oh ja? Bomen in of onderin? Al ergens het min. En, vergeet niet... Wat doen we? 12 uur? Zondag 12 uur? Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Bij deze. Dan is het nu ongeveer 12:30. Tussen 12:30 kwart voor 1, mensen. Ja. En gaat helemaal goed komen. Jongens, slaap lekker. Vergeet niet te abonneren. En alles op en eraan. Zo is het, hè? Hey, in een detail. In een detail. Blok, groetjes. Jojo.